Na de vrije dag van maandag meldde de selectie zich vandaag rond 11 uur weer op het trainingsveld. De keepers van Ajax waren toen al een tijd bezig en bij de doelmannen stond ook Mickey van der Hart weer op het veld. De derde doelman is sneller dan verwacht terug van het EK onder 19. De veldspelers splitsen zich ondertussen op in twee groepen. Eén groep voor zware fysieke arbeid, een andere groep deed het iets rustiger aan. Daarbij stond ook Christian Eriksen. Hij heeft wat last van stramme spieren en liet de zware oefening schieten, maar deed verder voluit mee. De training werd gadegeslagen door een grote groep Chinezen. Zij zijn speciaal voor het Chinese tv-programma Football Dream bij Ajax. En zij zagen na de training een groep spelers oefenen op vreeftrappen. Daarvan gingen er een heleboel hoog over de hekken, tot groot plezier van de spelers zelf. En niemand minder dan Joël Veldman dacht na alle rode oortjes van de laatste weken de man van de training te worden met deze prachtige streep. Echter werd de centrale verdediger overmoedig en zette hij 10 euro in als weddenschap dat hij de streep van Rijn zelf zou keren. En dus kon Veldman de portemonnee trekken.